Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we American Truck Simulator spelen. Dat is voor de eerste keer ik ga een computer spelen en ook een video maken. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ook we gaan ook andere spelen spelen. Van Windows BMG Drive. Ook nog andere leuke spullen. En ik ga nu verder rijden. Dus dat is mijn computer. De vrachtwagen. Daar ik ben. Wacht. Nee, ik moet heel lang. Licht aan. Nee. Zo, een grote vrachtwagen hoor. Dus we hebben nog een 309, nee, nu is dat 308 miles, 6 uur en 29 minuten. Ah, ik ga het niet zo goed, hè. Gaat het naar boven. Oké. Dus ik ga een video maken. Dus ik ga. Ah ja, jongens, vergeet niet voor te liken, abonneer. En wanneer we hebben 10 likes op deze video, dan gaan we. Een ander spel spelen, zoals BMG Drive en alles. Hoe gaat het draaien? Hier ligt alsof het goed is. Ik gedaan. Ja, hoe ik dat terug voor te kijken? Nee, is er geen, ja. Dus ik heb 3 die guy daar. Ploy. Nee, bom. Ik denk dat die 2 daar nu werken, ik ben niet zeker. Dag moet ik
Zo part 3 of 4 ga ik. Dus op elke video gaan we 10 likes doen. En kijk. Met die Audi. Rover is met Rover. Dat is Ohio. Dat is een. Nee, ik kan dat niet weten. Ik zie dat niet van weg of merk dat is. Ohio, en ook snel. Meer in de 30. Dus deze video gaat ongeveer 20, 25 minuten zijn. Nee, waarom doe ik dat uit? Nou ja, dat is een ding een Ford. Nou, van de achterkant kan je dat beter zien. Kan ik daar boven neer? Maar kan je zo naar boven doen? Zijn we nu? We gaan naar El Centro in Amerika, San Diego, Yuma. Nog andere plekken. We doen zo in de. Hoe gaat dat zo schuin? Zo. Ik denk wanneer ik hier zo heb gewonnen, dan kunnen we misschien nog daar gaan. Misschien, ik weet niet. Er staat wel American Truck Simulator, dus normaal dat is meer dan de helft van Amerika ze komen. Gewoon bij de zijkant. Gevaarlijk man, ik. Maar ze moeten nu nog wel recht bij. Kun je het? Let's go. Gewoon sneller. Nee, oh, dat is gewoon een ding. Ik heb het gedemageerd, dat is niks. Dit is een politie. Ik weet niet. Oh, we moeten toch draaien. Ik
als we naar boven gaan, gaat het niet, denk ik, toch terugger. Het personage is moe af. Nee, gewoon op de rug. Ik ga gewoon rechtdoor. Yo, ben ik niet echt even moe. Waarom ben ik hier gekomen? Die witte glad. Waarom is mijn computer op mijn vrachtwagen zo slap? Ja, maar hoezo moet ik dan naar boven gaan? Hè? Waarom ga ik niet rechtdoor? Ik wil gewoon naar vooruit gaan. Waarom rijd ik naar achteruit af? Oeh, ik ben naar voor. Ja, blijf naar voort redden. Ik kan niet stilletjes naar achter. Nee, houd. Broer, ik kon er niet naar voren rijden. Ik krijg toch veel geld. Een paar duizend euro's. Oké. Ik wil gewoon hier. Ah, broer. Het is een super grote vrachtwagen. Het is niet ver. Yes. Ik denk dat we te laat zijn. Nog niet hier. In het spel. Nee, zeg niet, we moeten verder redden. Oh, joh. Al zo dicht. Moeten wel veel plaats hebben, hè? Maar we hadden wel bijna gehit. Tenminste, niet gehit.
ja, die knikken. Die vrachtwagen haalt in naar Bovenbrugge te gaan. Wat doe ik? Ja, dat is hier dat we zijn gecrashed. We moeten gewoon naar rechtdoor rijden. Dan wat. Die domme vrachtwagen gaat naar boven te rijden. Oh, zo. Ik kan ook niks aan doen dat die vrachtwagen ging komen. We hebben letterlijk met de ding afgeraakt. Oh ja, we mogen 70 gereden. Oh nee, we gaan naar boven. Die vrachtwagen gaat er niet in. Oh, we moeten hier rijden. Ik moet een betere vrachtwagen hebben nog. Ik kan niks aan doen. Dat is de vrachtwagen of de ding die we hebben. Toch kunnen in Slovakije niet omgaan. Kom, hij bracht weg en ik kan het. Ik weet echt niet. Ik ben zeker dat die ding zo met design zo overload zijn. Die ding daar achteraan, ik ben zeker, die weegt 1 ton af. Ook waarom moet ik dat nodig? Grote lichten. Let's go, red. Sneller. Sneller en sneller. Het lijkt dat we ook naar boven gaan. Maar ik weet niet. Ik zeg het lijkt echt dat we naar boven gaan. Maar we redden sneller. Dus ik denk dat we naar beneden redden. Ik ga gewoon zo rijden. Maakt niet uit dat ik die tegen mij kan krijgen.
Rijd toch sneller. Terug zie ik boete door hem krijgen. En dan red ik trager en niet sneller. Buiten het rood en daar is het van. Nee, we rijden de vorige keer, ik kon met die vrachtwagen zo 100 rijden. Dus ik rijd letterlijk bijna 200 km per uur. Dus ik rijd zo ongeveer 180 of 70. Met die vrachtwagen voeren. Die rijden keisnel. Ook hoezo moet een Amerikaan snel rijden. Nee, ik heb een kerstje. Toch niet. Ja, nu kan ik rijden zo snel als ik wil. Misschien mag ik niks zeggen. Ik weet niet waarom dat zo raar. Kijk, ik rijd hier. Ja, ik moet over hier zijn. Maar niet te zeggen. En dan ben ik wel heel dicht aan. Maar ik weet dat er geen crash is. Mijn karakter is echt moe. Die guy gaat echt moeten wachten. Oh ja. Ik had ook moeten draaien. Is dat wel niet normaal? Oké. Redden. Liters. Nog 100. Dus. Ja, dan moet ik straks niet tanken. Misschien wel. Wauw, dat klinkt super snel. $100, dat is wel nog. Dat is wel heel veel. Hier gaan. Ik denk dat ze
beim Farmer-Group von Theresa. Ouais, Yannick, vas-y, on a le normal ziek daar ben nog vijf de video van stoppen. Ja, ik dacht dat we die niet meer hadden. Ja, ik ben op de spel. Ik ben een Christian. Tutors. Wat is de kleur? Let's go. El Centro. Wacht een seconde. Ah, zo. Straight ahead. Ik kan wel veel meer plaats pakken, dus moet ik meer hier gaan. Wel achter de vrachtwagen. Ja, dat weten wij dat je moe bent. Ja, oh, we zijn er. Waar moet ik die parkeren? Goed. Hoe je het ontdekt? Ik speel. 70. Ben zeker dat dat gaat super moeilijk zijn te parkeren. Maar als ik level 40 of zo heb, dan gaat hij wel ons doen hoe we dat moeten doen.
18. We zijn bijna level 7. Oké jongens, ik ga deze video stoppen en ik zie je volgende keer. Ik ga een part 2 misschien ook vandaag maken. En vergeet niet like en subscribe. Dag jongens.